We hebben ook een goed sportweekend gehad, want we hebben een nieuwe Miss Suriname en ook een nieuwe Mister Suriname. En in het district Marowijne, daar hadden wij de notabelen die het startsein hebben gegeven voor wat betreft de bouw van een nieuw stadion, voetbalstadion, voor de Mungonese en de districtsmensen van Marowijne. In dat kader, na die happening, dan heeft Ramante Eindhard gesproken met Chan Santoki over de laatste stand van zaken met betrekking tot de economie en de FID. We gaan terug naar dat moment. Nou, ik kan u zeggen dat we dit project kennen. Ik was niet eens president. Ik werd al geconfronteerd met projectvoorstellen, maar iedereen heeft bijgedragen dat we vandaag dit project kunnen starten. Met name de SVB en de LEED heeft fondsen kunnen krijgen. En dit betekent een geweldige ontwikkeling, want onze Albina Sportbond bestaat 55 jaar zonder een bond. Ik begrijp, het kan niet. Het komt op tijd aan. En ik denk dat met een nieuw stadion alle jongeren, en u ziet ze hier allemaal met zoveel talent, de kans gaan krijgen om hun talent om te zetten tot topsporter, topvoetballer. Maar tegelijkertijd daardoor een weg vinden naar internationaal betaald voetbal, profvoetbal, ook in Suriname, maar ook in de internationale topclub. Hier in Suriname, en dat is ons beleid, creëer het systeem, creëer onderwijs, creëer talentonderwijs, sportonderwijs. Het zijn die human capitals van deze jongeren die kapitaal voor ons kan binnenbrengen met hun talent, met hun sport. Uiteraard gaan ze ook veel geld verdienen. Ze gaan allemaal ondernemers worden. Dus we moeten hun de kans geven. En aan de andere kant denk ik dat voetbalsport weer een nieuw leven krijgt. Ik heb namen gehoord van zoveel sportclubs die hier in Marowijne topvoetbal geleverd hebben. We moeten dat morgen zijn we in SVB Stadion, SS Stadion, om te kijken naar de President's Cup. Tussen Ender Mungotapo en Robin Hood. Ook daar zie je. We zien namelijk dat we ook gebruik maken van onze diaspora voetballers. We zien dat we ook met hun en hun medewerkers zijn doorgedrongen naar die kwartfinale. Maar hier is het talent. Dus samen met diaspora, samen met ons talent, kunnen groeien tot inderdaad een land met het beste voetbaltalent. En you never know waar we eindigen. En ik heb, dat is mijn persoonlijke droom, met ons talent wat we hier hebben, dat we een keertje heel hoog gaan eindigen in een wereldkampioenschapwedstrijd. Los van de ontwikkelingen van de sport zien we ook actuele zaken gebeuren. Er is onlangs bekendgemaakt dat, dat de regering overgaat tot privatisering van tal van bedrijven. Wat zal dit betekenen voor ons land? Kijk, het is een studie die al zeker langer loopt dan 4 jaar. Het is een studie gefinancierd door IDB. Op dit moment zijn er heel wat parastatale bedrijven waarvan jullie niet weten waarvan de salarissen door de regering betaald worden, door het volk betaald worden. Maar er is geen productie daar zo. Wat moeten we daarmee doen? Dan, we zijn gegaan laatst naar Allianz. Mooi, prachtig plantage. 2000 hectare, zoveel citrus daar zo. Geen productie. Maar die salarissen van die mensen worden betaald. Begrijpt u? Dus wat we moeten doen is, deze bedrijven rationaliseren. Wat we rationaliseren in, de doorlichting is al geweest. Welke van die bedrijven kunnen we afstoten? Private sector, welke bedrijven kunnen samenwerken met de private sector door bijvoorbeeld aandelen te verkopen. Welke bedrijven wat verlies lagen, laat die particuliere sector dat gaan doen. Maar het zijn strategische bedrijven waarvan wij zeggen, daar kom je niet aan. Staatsolie in Ekong. Staatsolie in Ekong, dat is ons bedrijf, dat blijft daar zo. En zo zijn nog een lijstje van strategische bedrijven die in handen blijven van de staat. Alleen moet management beter, moet beleid beter, moet transparantie beter. We hebben gezien namelijk bij EBS met afbouw van subsidie, ja, dat het kan. We hebben ook gezien bij Staatsolie met de hele onderhandeling met Ravaxuur. Die prijzen kunnen worden aangepast. Uiteindelijk is er maar één winnaar, dat is Surinaams volk. Dat al die tijd te duur betaald heeft voor de energie. Maar daarom zeg ik, we moeten meer deskundigheid laten kijken in deze parastatale. Want ik kan zeggen als president, a kapitaal nooit in de regering. Aan kapitaal in de parastatale bedrijven, waarvan 1 jaarverslagen bijna er niet zijn. Enkele bedrijven hebben maar jaarverslagen tot en met het jaar 2023-2024. De rest geen jaarverslag, geen financiële verslagen. Nou, waar gaat het kapitaal allemaal naartoe? Al deze dingen moeten aangepakt worden. Al deze bedrijven moeten winstgevend gemaakt worden. En datgene wat met de particuliere sector winstgevend gemaakt moet worden, go.
wat strategisch bij de staat moet blijven, keep it. Maar maak het professioneler. Is er dan een beeld van hoeveel de regering zal gaan besparen als dit plaats zal vinden? Ja, er wordt nu door een team een calculatie gemaakt. We gaan 1, 2, 3 bedrijven kiezen als pilot. Dat gaan we goed uitvoeren, evalueren en pas als het goed gegaan is, dan pakken we die andere. Je gaat het niet allemaal tegelijk kunnen doen, anders gaat het mis. Een team van deskundigen die met 1 begint, 2 begint, laten we bij 3 houden. En het goed ontwikkeld, goed traject ontwikkeld, goed met de particuliere sector dat tot een goed einde brengt. En dan kunnen we zeggen, ja, een plan rokken. En dan kunnen we een 4e halen, een 5e halen. En er zijn een paar bedrijven die nu al geïdentificeerd zijn. Die criteria zijn ontwikkeld, maar we kijken uit naar die voorstellen in de regeringsraad van het team van ministers dat hiermee belast is. Zijn de namen al bekend van de bedrijven? Nee, maar het rapport geeft al aan. Het rapport geeft nu aan welke bedrijven in feite zouden moeten afstoten. Dus daar beginnen we alvast. Maar wat we moeten behouden, dat gaan we behouden. Recent is er ook aangegeven door de OW-minister dat de bouwoever de quarantainrivier eigenlijk verschoven zou worden vanwege tekort aan financiën. Waar gaan we de financiën vandaan halen als er nu geen financiën beschikbaar zijn? Wij gaan geen nationale begroting aanspreken voor zulke gigantische projecten. Dat zijn internationale projecten, dat zijn grensoverschrijdende projecten. Het zijn regionale projecten, het is geen fysieke brug tussen Suriname en Guyana. Het is voor de hele regionale integratie. Dus wij zoeken ook internationaal kapitaal. Ik heb zelf een brief gedaan met president Guyana getekend om goedkoop kapitaal aan te trekken vanuit China. Dus daarop is er nog geen antwoord gekomen, maar we praten ook met IDB, Inter-American Development Bank. We praten ook met andere internationale financiering om te kijken hoe we die brug gefinancierd kunnen krijgen. En ik heb de overtuiging dat die financiering wel loskomt. Alleen moeten we verder gesprekken voeren, kijken naar ook rentetarief, maar het gaat niet ten laste komen van de huidige begroting. We moeten concessional loan, we zitten in een IMF-programma. We moeten slechts grote projecten uitvoeren met concessional loans. Dat wil zeggen goedkope leningen met rente tussen 1, 2, 3, 4 procent. Zal Guyana dan gaan opdraaien voor deze brug? Nee, we hebben afgesproken dat we gezamenlijk gaan financieren. Het is een brug die twee landen verbindt. Dus zij moeten ook met een deel financiering komen. En tot nog toe zit er 50-50 financiering. Oké, via de STVS heb ik de staatsoliedirecteur aan het gisteren horen zeggen, met die FID op straks zou het makkelijk zijn om 200 miljoen op de internationale kapitaalmarkt te krijgen om de meest acute noden, zeg maar, de komende tijd binnen de kortste keren te keren. Heeft het ook gehoord? Wat vindt u van het idee? Kijk, we zitten als land net uit een diepe crisis. En het volk heeft zware offers gebracht. Het kan niet zo zijn dat het land zoveel rijkdommen heeft. Laten we even niet alleen naar die olie kijken. Laat ook naar goud kijken, naar bauxiet kijken, naar steenslag kijken, naar onze rijkdommen in onze open zee met vis onder de grond en nog zoveel andere rijkdommen. En nu komt staatsolie. Dat het volk toch nog niet de voordelen eigenlijk ziet, kan profiteren van de voordelen. En hoe kunnen ze dat wel? Door in ieder geval met die zekerheden die er zijn, toch nog wat kapitaal op front te krijgen. Natuurlijk gaan we onze rijkdommen niet verkopen. We gaan onze rijkdommen niet als collateral daar plaatsen. Maar het gaat om die kredietwaardigheid van het land. En we hebben laatst weer een hernieuwde rating gekregen. Dat we zeggen, we zijn gestegen in die kredietwaardigheid. Dat we zeggen, we zijn weer een land geworden dat in staat is leningen af te lossen. Dus nu zien we heel wat verzoeken komen. Lokale banken schrijven brieven naar me. Internationale instituten schrijven brieven. Dat ze ook bereid zijn geld aan ons te lenen, omdat we die kredietwaardigheid van ons land hersteld hebben op de internationale kapitaalmarkt. Ik ben helemaal eens met hem, maar laten we dat goed beleid ontwikkelen. Hoeveel hebben we nodig? Het mag niet gaan in die consumptieve sfeer. Laat het gaan in die housingprogramma. Laat het gaan in die infrastructuur. Laat het gaan in veiligheid. Laat het gaan in volksgezondheid. Laat het gaan in onderwijs. Dat we weer dat sterke instituut krijgen. En dat is de opdracht die ik gegeven heb voor de komende maanden, om die begroting die al gemaakt is, die is al ready. En nu kijken we namelijk welk deel van die projecten met eigen budget, met internationale financiering en ook misschien, als het nog nodig is, die opfront kunnen krijgen, maar wel op een verantwoorde wijze. En dat zal ons beleid zijn, namelijk inkomsten duurzaam aanwenden voor deze generatie, toekomstige generatie. Inkomsten aanwenden voor diversifiëren van de economie. Inkomsten aanwenden om te sparen in spaar- en stabilisatiefonds. En inkomsten aanwenden om
verlichting te brengen in de samenleving. Ja, ik ben een voorstander, ja. Laat de samenleving mee profiteren. 200 miljoen niet weinig geld, is er veel mee te doen? Ja, het lijkt weinig, maar als je dat gaat uitzetten in versterking van overheidsinstituten als veiligheidsonderwijs en infrastructuur, als je gaat uitzetten naar ook verbetering van ook de basiszorg, je gaat uitzetten naar ook koopkrachtversterking, je gaat uitzetten naar diversifieren van de economie door meer productie, dan is het niet veel geld, maar je verdient het terug. Maar als je geld gaat gebruiken in consumptieve sfeer, dan is het verloren geld. En dat is wat we niet willen. We willen dat we geld moeten gaan aanwenden voor de productiesector, voor de ontwikkelingssectoren. Maar ik mag ook meegeven, het volk mag mee profiteren. En hiervoor gaat u binnenkort meer bekendmaking krijgen.